NEC heeft zich per direct versterkt met Giovanni Gravenbeek. De 26-jarige verdediger tekende een contract voor dit seizoen, met een optie tot verlenging met een jaar. Gravenbeek komt transfervrij over van PEC Zwolle. Woensdag trainde hij voor het eerst mee met de selectie en dat beviel hem wel. Ja, het was me goed bevallen. Was natuurlijk wel wat pittig voor mij in het begin, maar ik denk dat ik de eerste training goed doorstaan heb. Heb je jezelf ook proberen te bewijzen meteen in die eerste training? Want je hebt een aantal concurrenten achterin. Nee, ik heb mij niet zo zitten bewijzen of zo, maar ik heb wel voor mezelf wel gewoon even lekker balgevoel. Even met de jongens leren kennen, een beetje aan de bal komen. Dat is even belangrijk nu. Wat zijn je verwachtingen van dit seizoen bij NEC? Je hebt een tijd bij PEC natuurlijk gespeeld, maar daar was je niet meer in beeld. Hoe kwam je bij NEC uiteindelijk terecht? Nou, ik had al vanaf mei al contact met NEC en heel veel contact met Ruud Brood gehad en Johan Hansma. En dat beviel mij goed. Dus ik kom hier gewoon om wedstrijden te spelen en wat toe te voegen aan het team. Waren er geen andere clubs die ook nog interesse in jou hadden? Ik kan me namelijk voorstellen dat dat wel het geval was. Ja, er was wel wat interesse in het buitenland. En daar hebben we ook geprobeerd naartoe te gaan. En dat is wel niet gelukt. Dus NEC was nog steeds voor mij in beeld. Wat was voor jou de belangrijkste reden om voor NEC te kiezen? Wat voor verhalen heb je van Johan Hansma en Ruud Brood gehoord? Ja, positief. Ik kom natuurlijk van PEC. Dat is vrij aanvallend en veel met balbezit en goed positiespelvoetbal ben ik gewend. En dat is wat Ruud Brood ook wil doen met NEC. Dus dat ligt mij wel. De fans die hebben natuurlijk wel een beetje in jouw paspoort gekeken. Daar staat een bijna verboden woord in. Voor eens en voor altijd dat maar uit de wereld helpen. Want ik neem aan dat je niks meer met Vitesse hebt. Nou ja, ik heb daar natuurlijk in de jeugd gespeeld. Ik heb het eerste gehaald. Dus Vitesse, dat was een leuke tijd voor mij. Met heel veel jonge jongens die nu overal spelen. Net als Butner, die speelt bij Manchester United. En Ricky van Wolfswinkel. Dus dat was gewoon een hele mooie tijd. Maar dat is al 6 jaar geleden volgens mij. 5 jaar geleden. En ik heb nog bij Willem II en PEC gespeeld. En nu NEC. Op bij NEC dus. Wat zijn jouw verwachtingen, voorspellingen voor dit seizoen? Voor jou persoonlijk, maar ook voor het team? Ja, voor mij persoonlijk is het natuurlijk gewoon om veel te spelen. Ik heb bij PEC 50 wedstrijden gespeeld of 52 wedstrijden. En ik hoop hier zoveel mogelijk te spelen op de rechtsbackpositie of op het middenveld. En wat ik begrepen heb en wat ik wil is kampioen worden en promoveren gewoon dit jaar nog. En daar moeten we met z'n allen gewoon naartoe. Dat is duidelijke taal. Tot slot, overmorgen is er een wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ben je er al bij? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik heb nog wel even nodig om echt goed wedstrijdfit te worden. En zolang het lekker gaat en het lukt allemaal, dan zal ik er wel bij zitten. En zolang ik nog niet conditioneel goed ben, dan duurt het wat langer. Er is een kans dat het EK vrouwenvoetbal in 2017 toch ook in Nijmegen wordt gehouden. Burgemeester en wethouders gaan zo spoedig mogelijk in gesprek met de KNVB. Eerder dit jaar wezen zij de uitnodiging van de voetbalbond om Nijmegen speelstad te laten zijn af. Reden voor de afwijzing waren de zorg van BMW dat de opbrengsten van het evenement niet voldoende zouden opwegen tegen de kosten. En de ongunstige data. Het EK zou in juli 2017 plaatsvinden, de maand waarin de focus van de stad op de Vierdaagse ligt. Woensdagavond speelde het Oranje Vrouwenelftal in de Goffert een oefenduel tegen Brazilië. Een reportage van die wedstrijd is te zien in het N1 Nieuws van donderdag vanaf 8 uur 's avonds. Het weer in het Rijk van Nijmegen. Vanaf de Heiweg. Het blijft de komende 3 dagen vroege herfst in onze stad. Het is bewolkt, het regent bij tijd en wijlen en het is kil. Met temperaturen van rond de 18 graden. In de nachten wordt het niet warmer dan 11 graden. Voor zover nu voorzien, wordt het ook naar het weekend toe niet beter.